Zo, Pieter, we zijn op Code Rood bij de actie. Hoe gaat het? Goed, het is. Ja, het ziet er goed uit. Erg zwart en modderig en ik ben met de rolstoel, dus dat is heel niet praktisch. Maar het leuke is, met de groep kom je gewoon erdoor. Ja, want iedereen helpt je. Hoe ben je de sloot overgekomen? Hoe moest de sloot over? De kleine sloot. Mensen gewoon aan het doorgeven. En het balkje over met iemand voor me en iemand achter me. En daarna de moeilijke stukken terrein gewoon geduwd worden met de rolstoel en getrokken worden. Ja, en je bent flink vies geworden, neem ik aan. Ja, ik had het ongeluk dat de sproeiwagen net mijn kant op sproeide toen degene achter me weg probeerde te lopen en mij in de sproei zetten. Oh, oké. Okay. Dus ik lekker. Ik ben nu iets schoner dan ik was. We zijn verbaasd dat er eigenlijk geen mensen tegenkomen en dat de politie eigenlijk niks doet. En dat de bewaking niks doet. Dus één keer een giertank met water over ons heen gesproeid. Die is een paar keer langs gereden. En nou zijn we op een grote installatie geklommen en die waait met de wind, beweegt die een beetje. Dus, er zijn nog drie andere groepen die ook op andere toren staan. Ja. En wat verwacht je van de rest van de dag? Ik blijf niet lang. Ik ga terug zodra er een groep teruggaat. Want dit vreet energie gewoon alle indrukken. Het fysieke, nat worden, het koud worden. Ja. Oké. Okay. Nou, goeiedag nog. Bedankt voor het interview weer. En zet hem op. Hopelijk kan je er wat mee. Ja. Ik ben best wel hoog.